Dit is je werk, je privéleven, je hobby's, je passies. Hoe belastbaar is deze persoon? Waar denken jullie dat we zitten? Even leuk, de wetenschap die heeft daar al jaren en jaren aan gewerkt. En dan blijkt, als je een veranderingsproces gaat maken, dat dat veel sneller, makkelijker en beter gaat als je dat met je sterke eigenschappen doet. Eigen keuzes wat bij die persoon past. En zijn nieuwe weg, die kan er wel eens heel anders uitzien dan die van iemand anders. Want iedereen floreert op een andere manier. Dus ook weer bij deze vraag, bij deze situatie van zo'n veranderingsproces, kan ik niet tegen jullie zeggen, nou jullie staan daar en zo gaat het eruit zien. Nee. Ieder van jullie is de expert van zijn eigen veranderingsproces. En hij maakt dat proces zoals hij dat zelf gaat maken op het moment dat hij dat zelf maakt. Want behalve je emoties en je sterke eigenschappen, heb je natuurlijk ook nog je lichaam waar je iets mee kunt, waar je fitter door kunt worden. We weten dat iemand sneller herstelt, langer leeft, als hij een goed hart-longsysteem heeft. Dan de tweede test. Je vraagt jouw partner om zijn knie zo hoog mogelijk op te tillen. We hebben het over nachtrust gehad. We hebben het over pauzeren gehad. Hij is jullie symbool, hè? Dus die factoren, daar kunnen we ook niet over hebben. Die kunnen we niet verbeteren, want daar hebben we geen invloed op. Maar er zijn er een paar, daar hebben we wel invloed op.